Yo mensen, Groen van DNBNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met een fantastisch nieuw videootje. Echt fantastisch. Ik heb weer een team gemaakt met daarin een hele leuke challenge. Zoals jullie weten ben ik de laatste tijd een beetje bezig met weer een beetje nieuwe spelers uitproberen om te kijken welke spelers nou echt goed zijn. Die kan gaan gebruiken in de Weekend League. Ja! De Weekend League! Ik ga weer een keertje spelen, yes! Maar het is een beetje lastig, want ja, de ene speler is wel goed, de andere niet. De andere heeft heel veel voorzetten nodig en dingen. Dus ja, dat is een beetje... Ja. Abonneer trouwens op mijn kanaal, kan hier beneden. 300 abonnees vandaag erbij zou top zijn. Eigenlijk wil ik er gewoon 500 bij. Dat gaat niet lukken. Maar ben je nog niet geabonneerd, doe het. Abonneer op het knopje. Dan blijf je op de hoogte van leuke video's. En kan je wat goeds vertellen, mensen. De volgende video die jullie gaan zien is mijn parody. Ik denk dat die zondag online komt. Ik denk dat ik hem om première ga laten gaan om 12 uur 's middag. Of om 9 uur 's ochtends. Er komt nu een polletje in beeld. Wil je dat hij om 9 uur 's ochtends komt of om 12 uur? Dan komt de parody. De Koen parody online. Oh mijn god. Ik zou hem zeker kijken. Echt een aanrader. Ik denk dat dat wel een van mijn leukste video's is tot nu toe. Vind je de video leuk? Wil zeker een duimpje omhoog. 7500 likes zou mijn top zijn. 7500 is wel veel, hè? Ja, is wel veel. Is wel een like. En druk op dat belletje om niet een gebelletje te hebben. Ja. Onze aanval bestaat uit 3 spelers vandaag. Op linksbuiten hebben we Tahi Chong, een Nederlander met 4 skills. En fantastisch haar. Ik moet mijn haar nog even doen. Oh wel, mijn haar lijkt op dit moment ook ontploft. Net zo'n beetje als bij Tahi Chong. Nee, ik vind zijn haar echt wel cool. Hij is bij United en doet het hartstikke goed. En hij wint de spits. Natuurlijk. Daar moet ik eigenlijk een iets ander shirtje voor aantrekken. Ah, what the fuck? Ah, ah! Hoppa. Hey, Bruno Martins Indy, jawel. Ik heb zo'n Bruno Martins Indy shirt, want ik heb hem ooit ontmoet. Dit was echt wereld. Wij kwamen dus Bruno Martins Indy tegen. En hij zei, het enige wat hij tegen ons zei, want hij zei, oh Bruno, kun je even de foto? Want we waren toen met Mattie, waren we bij de Stoke City wedstrijd. En van, hey, wat doen jullie nou hier? Hij zei alleen dat, wat een legend. We gaan vandaag kijken hoe Bruno Martins Indy speelt in de spits. Achter hem staat zijn maatje Wijnaldum. Ja, 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 fantastisch. Boobies? Maar we hebben natuurlijk nog een rechtsbuiten nodig die de voorzetjes kan geven op onze grote Martins Indy. Hij heeft trouwens als camera's staal het oog. En we weten allemaal waarom. Ik had ook gewoon het voetje kunnen doen met die enorme spray over zijn voet heen. Dus op rechtsbuiten hebben we niemand minder dan Pedro. Ah, nee, is niet leuk, nee. Heb ik nog een andere speler die op rechtsbuiten kan? Osetu, toe! Natuurlijk om rechtsbuiten. Maakt hem geen reet uit, jongen. Rechtsback, rechtsbuiten. Overal. Ja, wereld. Wereld. Die vent gaat gewoon nooit meer aan mijn team. Ik hoop zo dat hij een upgrade krijgt in FIFA 20. Voor de rest is mijn team gewoon, saai en kut. Maar laten we maar een pot gaan spelen. Een pot! Een Division Rival pot in Divisie 1. En als Bruno Martins Indy in 2 wedstrijden 3 keer scoort... dan komt hij zeker in mijn Weekend League team. Misschien wel als super sub, maar dan komt hij er zeker in. Dan moet hij wel 3 keer scoren in 2 wedstrijden. Dat is natuurlijk wel pittig voor Bruno Martins Indy. Als we even heel eerlijk zijn. Dat is natuurlijk wel lastig. Maar het shirtje is er klaar voor. Trouwens mensen, als we op deze video 10.000 likes halen, dan geef ik aan iemand een Bruno Martins Indy shirt van Stoke City. Ja, dus 10.000 likes als je een Bruno Martins Indy shirt van Stoke City wil. Nou, wie wil dat? Nou niet. Volg mij trouwens nu op Instagram. Echt, wat doe je dan met je leven? Ga me even snel volgen of zo. Mijn Instagram is Koen. Kijk, je kan echt over niemand zeggen van, oh mijn god, ik volg iemand met zo'n coole Instagram naam, behalve bij mij, want mijn Instagram is Koen. K-O-E-N. K-O-E-N. Nou, lekker. Chong. Chong is best lang trouwens. Dat haar, jongen. Fantastisch. Hij lijkt echt op Gullit. Hij heeft Gullit. Wat heeft hij voor team? Waarom heb ik niet op zijn team gelet? Hij heeft echt een ziek team, die gast. Vorige keer hadden we natuurlijk Vito Wormgoor. En die was oprecht goed. Oh mijn god. Martins Indy, goed, jongen. Martins Indy. Ah. Hey, ik heb echt zieke lag. Waarom kan ik niet sliden? Huh? Wat is aan de hand? Gast, mijn controle doet fucking raar. Ik zweer het je. Gast, je doet hele rare slidings, die spelers. What the fuck? Keeper? Gast, ik zweer het je. Ik weet niet wat aan de hand is, maar ik zie die slidings die spelers maken. Welk spel speel ik? Speel op 94 of wat is het? Oh mijn god. Dit wordt hem. Dit wordt hem. Bruno. Nee. Oh, zit hij bijna binnen, die vent. Wat een gek. Hoe kan je me trouwens matchen? Even serieus, een team met Gullit en zo. Ik speel met fucking een aanval van 40 reden in totaal. Gast, ze hebben de hele sliding techniek hebben ze aangepast. Het is echt heel raar. Iemand had trouwens een DM gestuurd naar Vito Wormgoor. Van check de video van Koen. Met erbij van hij wil graag naar Noorwegen komen. Terwijl hij volgens mij helemaal niet in Noorwegen speelt, maar in een van haar ander koud land. En toen had Wormgoor gezegd van ja, ik ga checken. Maar waarschijnlijk is hij nu heel boos. Want ik heb gezegd dat alle Vito's dik zijn. Ik had trouwens ook een paar boze Vito's in mijn DM's. En die gingen me toen foto's sturen van dat ze niet dik waren. En toen stuurde hij een foto, was hij eigenlijk gewoon wel dik. Maar gewoon semi-dik, weet je wel. En Bruno. Lekker feesten vanavond. Bruh, last night I was watching this movie, okay? I was drinking some juice and Fanta, but it was not juice. It was vodka. Echt, dat filmpje is zo slecht overgesynchroniseerd. Het is echt te triest voor woorden eigenlijk. Boobies, yeah. Helaas, we staan 1-0 achter bij rust, maar we zijn zeker niet kansloos, mensen. Dat was nog niet waar. Oké, okay, nu wel zeker. OC! Oh, waarom had hij niet doorspelen? Dat was zeker een doelpunt geweest. Je zag al die bal vloog erin. Okay, hij heeft 2 schoten op goal. Triest, man. Triest. Ineens gaat hij voetballen. Is zijn broer aan het spelen nu of zo? Dit is voor onzin. Naar weg. Lekker van Dijk, sterk broer. Komt Neves. Oh, is hij hier weer dat loopt? Jawel. Dat is OC Toetoetje. Met nummer 19 op zijn rug. En hij gaat naar binnen. En dat had hij ook verwacht, helaas. Op een of andere manier. Oké. Okay. Ah, die. Oh, penalty scheids. Nee, oh, ik ben weggespeeld. Oh, ik ben weggespeeld. Lekker Fabinho, jongen. Lekker, jongen. Oh, Indy. Goed. Mark Noble. Mark Noble. Wijnaldum. Nee, oh, wat een kans. Kak.
Bam, 1-1, goal. Tuurlijk, tuurlijk. Wie ben je dan met je Vieira en Gullit? Ik heb Andrew Robertson. Hoppakee. Wel 4, nee, die is wel goed. Ja, is wel vrij goed. Zeg maar, ik knap dat ik met hem scoorde. Hij is gewoon goed. Oké, mensen, ik heb een kleine mop voor jullie. Ik had laatst ook een mop geüpperd op mijn Instagram. Die vonden jullie erg leuk allemaal. Oh mijn god, oh mijn god. Wordt dit de eerste goal van OC toe voor mijn club? Oh mijn god, oh mijn god. OC'tje! Nee, hij is zo traag. Ah, fuck. En ik had dus een mop op mijn Instagram. Die vonden jullie allemaal erg leuk. Maar ik heb een heel arsenaal. Dus daar komt hij. Komt de postbode. Nee, dat is niet waar. Gooi de postbode een brief in de bus. Zegt de buschauffeur. Wat moet ik hiermee? Oh. Fijn dat Martens Indy en Wijnaldum ook leuk vonden. Ik heb deze vent gewoon onder controle. Terwijl ik speel met... Ja, ik weet niet. Je hebt mijn team gezien. En Mark Noble gaat hier 2-1 binnen schieten. Oh. Bijna, bijna. Jongens, 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 wat is het ongelooflijk spannend. Hé, hey, we hebben hier aan de bal. Oh, het is een legend. Het is OC. Ja, die Gullit is echt scheidirritant. Er zit echt letterlijk overal tussen. OC, OC. Oh, OC'tje. Oh, wat een wereldkopbal. Nee. Keeper, keeper, keeper. Ah, oh, klote. Ik in de 88e minuut. Dit is zo onterecht. Dit is echt zo onterecht. Oh mijn god, dit spel, jongen. Ik ben all over this guy. En hij heeft letterlijk 1 kans in de tweede helft. Oh mijn god. Ah, wat triest. Ah, jongen. En ook zo'n kut goal. Ik wil nog lopen met mijn keeper, maar dat deed hij niet. Oh, maak ook nog 3-1 van. Dit is echt ongelooflijk, dit. En nu ben ik het helemaal kwijt. Nu zie je maar dat verschil ineens. Jongen, echt. Oh, dit is zo zonde. Wat ik deze pot moeten winnen, zeg. Het is afgelopen. We hebben verloren de eerste pot. Kak. Nu moet Bruno Martins 3 keer scoren in de tweede wedstrijd. Dat gaat nooit. Tuurlijk gaat dat lukken. Het gaat lukken. We gaan het doen. Burritos. Oké, ik heb 3-1 verloren. Kijk hoe dan. Ongekend. Hij heeft wel meer schoten, maar nog gewoon onzin. Oké, mensen. Er moet wat gebeuren. Met Martens Indy. Ik ga hem een kaartje geven. Alle eigenschap plus 10. Bam. Heeft hij even 69 pace ineens. En bam. OC toe. Bam. 84 pace. Kom op dan. Nu gaat het hem worden. Let's go. Dit is mijn tegenstander zijn team. Hij heeft ook een zilver. Wauw. En de Wesley Hoed. Hey Siri. Zeg het maar. Is Bruno Martens Indy een goede voetballer? Bruno Mars in je goede voetballers. Oh, jij kan echt niks, jongen, Siri. Het is echt ongelooflijk hoe weinig jij kan. Hey, Siri. Hier ben ik. Wie is OC Tutu? Oké, dit heb ik op het web gevonden. Voor wie is OC Tutu? Kijk maar eens. Nee, wie is OC Tutu? Jordi, OC. Oh, klote. Ah, vet. Hij is vet erin. Hij is een meme. Hij is een heel Nederlands team heeft hij ineens. Hey, scheidsie. Wat is dit nou? Ik word ineens geteleporteerd naar een andere wereld. Ja, Bruno. Oh, oh, OC is al zo vrij. Nee. Ah, ik krijg nou even de pleuris. Is dat Pieter Crouch? Aangezien hij 6 meter 30 is. Nee, dat is niet. Pieter Crouch is nummer 9. Wie zit dan? Havertz. Havertz. Martens Indy, jij moet het doen, jongen. Ik heb je shirt aangetrokken. Besef dat ik ging dus een shirt kopen van Martens Indy. In Stoke. In het stadion daar. En weet je wat ze toen zeiden? Ik zei van, yes, I want a shirt. Do you want a name on the back? Ze praten helemaal niet in Engeland. Weet ik hoe ze praten. Do you want a name on the back? Ja, ook zo niet echt eigenlijk. Maar in ieder geval, waar het op neerkwam, zei ik, yes, I would like Martens Indy on the back. En zij waren van, weet je zeker? Ze vonden het heel raar. Normaal gesproken, ja, doen mensen waarschijnlijk niet. Dat ik echt raar vind, want hij is echt ster spelend. Hop, goed. Hop, langs. Lekker. Ah, ja, ja, ja. No, ja, ja. Nee! Oh, het is gewoon een hoed. Robertson, je bent sneller. Robertson, nee. Keeper, keeper. Oh, dikke, dikke lul. Maakt niet uit. We staan 2-0 achter. Hier komt nu de comeback van Bruno Martens Indy. Wouter, 03. Hey Siri, van welke stad is net nummer 0314? Ik ga bellen. Sorry. Nee, nee. Ik kan 0314 niet bellen. Niet bellen. Hey Siri, net nummer... Wat kan ik voor je doen? Net nummer 0314. Ik ga bellen. Nee. Jongen, je hebt echt zo helemaal niks aan Siri. Hey Siri. Zeg het maar. Je bent fucking waardeloos. Ik kan echt helemaal niks met deze algemene opmerking. Hey Siri. Zeg het maar. Wil je mijn vriendin zijn? Ik zie geen vriendin tussen je contacten. Oh. Wat is de voor- en achternaam van je vriend? Van mijn vriend? Ben je homo? En dat weet ik niet. Oké, nou even serieus. In de tweede helft moet ik namelijk terugkomen. Dan hoop ik wel met een 2-0 achterstand, niet 3-0. Ja, ja, gaan. Ja, we staan 2-0 achter. Hij heeft 2 schoten, ik heb 2 schoten. Maar hij schiet ze allebei in, ik niet. En dat is het lullige van dit. Ik vind het heel lullig en jammer. Maar ja, het gebeurt nou helemaal. Mensen, op het moment dat je dit kijkt, stop even de video en drink even een lekker glas water. Dat is goed voor je. Dus moeders, als jullie mijn video kijken en denken, jezus, wat een gek. Nee, ik laat je kind gewoon water drinken. Of drinken... Wodka. Ja, dat kan ook. Dus ongeveer hetzelfde. Zelfde kleur. Smaakt bijna hetzelfde. Iets minder lekker, vind ik persoonlijk. Maar ja, de smaken verschillen natuurlijk. Zien we daar de tweede paal? Zien we daar iemand helemaal vrij staan? Het is OC! Nee! Oh mijn god! Je schiet bijna een wereldvolley binnen. Oh mijn god. Jongens, ik denk niet persoonlijk dat Martens Indy mijn spits gaat worden in mijn nieuwe Weekend League team. Ik kan het me haast niet voorstellen. Chong, je hebt het wel aardig gedaan, maar het is toch tijd voor verandering, namelijk Wormgoor. Links buiten. Maar het mooie is Vito, weet je, de meeste Vito's zijn een beetje dik. Kijk, Vito Wormgoor is natuurlijk niet dik, want hij is voetballer. Maar over het algemeen zijn Vito's vrij dik. OC!
Mensen, ik ga denk ik binnenkort een contest starten op mijn Instagram. Wie het beste OC Tutu kan roepen. En het hardst ook, en het liefst op een openbare plek. En degene die dat dan het best doet, die krijgt dan een PSN-kaart van ikwildgoed.nl. Maar die contest is er nu nog niet, dus je hoeft het nu nog niet te doen. Maar misschien zie ik dat binnenkort wel zitten. Mensen, ik heb allebei mijn potten verloren. Ik baal hiervan. Hoop ik heb je wel genoten van mijn in een Martens Indie shirt. Mensen, ik hoop dat je deze video leuk vond. Vond je het leuk, vergeet zeker niet te liken. Martens Indie komt niet in mijn weekly team. Hij was absoluut niet goed genoeg. Man, what the fuck are you? Ha? Mensen, ik hoop jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog. Wil je meer van zien? Dat kan. Klik op dit rondje om te abonneren. Abonneer op mijn kanaal. Wil je een andere video van me zien? Dat kan. Klik hier of hier. En ga klaar zitten. Zondag of om 9 uur of om 12 uur. Mijn parody. Dit wordt triest. Ik hoop jullie het leuk vonden. En ik zeg, de groesen! Later!